bestaat 50 jaar. En dan gaan we een mooie mijlpaal is dat. En dan gaan we een feestje rondbouwen, begreep ik. Kun je daar iets meer over vertellen, Remco? Ja, dat kan ik doen. Ja, dankjewel. Fijn dat we wat mogen vertellen over ons jubileumjaar. 50 jaar. Het bedrijf is opgericht in 1968 door Johan Schreur en zijn vrouw Gerry. Zijn we super trots op dat wij als zittende directie dit stokje nu in handen hebben en dat we dat feestje kunnen vieren. En als wat te vieren valt, dan geef je ook een feestje. Ja. 15 september, dat is een zaterdag, dan willen we dat feestje gaan vieren. In en met lossen en doorlossen. Het programma start om een uur of drie uur, half vier. En dan gaan we met elkaar borrelen. Daarvoor kan je een borreltafel kopen. Of inschrijven. En als je dan zo'n tafel hebt bemachtigd, dan doe je mee aan het borrelen. En is dat voor iedereen bedoeld? Of? Ja, iedereen die zich aanmeldt via de website of op een andere manier kenbaar maakt dat hij mee wil borrelen, die kan zich inschrijven. Dat kost €50. Die €50 is niet per tafel dan, en dat is €5 per persoon. Ja. Die €50 gaat niet naar Joom, maar die gaat naar een apart goed doel. En als je ingeschreven bent, dan zorgen wij het eten eigenlijk van die middag. En vanaf een uur of zeven, dan is er muziek met optredens. Jan Rieswijk komt met de Rommelpot onder andere. En we hebben een aantal bands, we hebben een gastoptreden. En uiteindelijk sluiten we het af met een DJ en dan hebben we denk ik een heel leuk feestje met elkaar. En je had het net over een goed doel. Het geld wat opgebracht wordt met de tafelen, zeg maar, dat gaat naar een goed doel. En, ja. Hoe zit dat in elkaar? En daarvoor hebben we ook Harry erbij. En Harry, we hebben een stichting. En daar is Harry de beheerder van. Ja. Dan laat ik even Harry vertellen hoe dat... Wij willen graag eens het goede doel met Joma bespreken en met de gemeente bespreken. We stellen ons voor dat het iets zou kunnen zijn in het centrum, bij de nieuwe centrumontwikkeling, dus op het Raadhuisplein, om daar iets te maken in de verblijfsrecreatie. Okay. En of dat nou bedriegertjes worden of een roestverstalen klimtoestel of een glijbaan. Ja, het kan van alles worden. Ja. Oké, okay, dan wens ik jullie veel succes ermee. Dankjewel. Ik hoop dat er veel mensen komen. Ja, wij ook. Wij ook, ja, zeker. Ja. Dat er duizenden... Ja, wie weet. Niet nou, het zou mooi zijn. Er ja. is plek op het plein voor 's avonds voor duizenden mensen, want dan worden de tafels opgeruimd. Ja, ja. En dan kan men daar staan en genieten van wat er geboren wordt. Oké. Okay. Ja.